Ja, vrienden, hier kijk je naar het prachtige Luca. Ja, Luca. Maar ik ben bezig met nog in mijn gedachten en dan denk ik terug aan Vandaag Inside en Rutte. Vooral aan Rutte, aan de Mark. Ja, en iedereen heeft het daarover, iedereen is daarover in discussie en in het programma zelf. Ja, maar ook in de kranten en iedereen is erbij bezig met hoe het was met Rutte in Vandaag Inside. Nou, vrienden, het is er helemaal weggespeeld. Ja, natuurlijk. Die werden gewoon helemaal weggevaagd. Ja, door die Rutte. En dat is ook logisch, want die Rutte is de hele dag bezig met premier zijn. Ja, dat is zijn beroep. Dus hij weet van de hoed en de rand van alles wat er allemaal speelt. En dat weten die gasten niet van Vandaag Inside. Hetzelfde als met een voetbaltrainer en voetbaljournalisten. Die journalisten weten nergens van en die trainer die weet alles. Dus die trainer wint altijd het gesprek. En dat was hier ook het geval met onze Mark bij Vandaag Inside. Maar ik zat eigenlijk alleen maar te wachten op één vraag. Eén vraag wilde ik gewoon horen. Want hij zat wel te vertellen van, ja, ik was in Lissabon bij de Bilderberg. En ik was in Reykjavik op IJsland en ging ik babbelen met die en die. Geweldig allemaal. Dat maakt allemaal wel indruk. Maar, er was één vraag die ik had willen horen daarbij Vandaag Inside. En die had moeten zijn, Mark, waarom zit je bij ons? Waarom zit je in dit programma? Waarom ben je niet in Ter Apel? Waarom zit jij daar niet in een buurthuis in Ter Apel om die mensen gerust te stellen? Om die wanhopige mensen te vertellen, ja, we gaan er wat aan doen. We gaan het oplossen. Dit hele probleem van het asiel en al gezamenlijk wat jullie hebben daar in Ter Apel. Ik ga daaraan werken. En waarom zit je daar niet? En waarom zit je in zo'n tv-studio bij zo'n programma? Die vraag, die had moeten komen daarbij Vandaag Inside. En dan had ik wel zijn antwoord willen horen. Want dat, ja, want daar is hij niet op voorbereid. Vrienden, op al die andere dingen wel. Dan kan hij allemaal keurig zijn antwoordjes van tevoren bedenken. Maar niet over dat. En daarom, Mark, je had gewoon in Ter Apel moeten zijn.